Goedemiddag, welkom. Welkom bij de korte les biologie. Zoek een plekje uit en ga lekker zitten. Goed, we kunnen beginnen. Mijn naam is Wouter Hulshoff. Ik geef hier op school biologie. Biologie is een fantastisch vak waarin je dus leert over alles dat leeft. Het kan zijn over planten, dieren, maar zeker ook over mensen en dus ook over jou. Vandaag doen we daar een klein stukje van, het hart. We gaan kijken naar de bouw en de werking van het hart. Dus hoe ziet hij eruit? Hoe werken de verschillende onderdelen? Waar zijn ze voor? En dat doen we eerst aan de hand van animatie. Daaraan kan ik heel goed uitleggen hoe de werking eigenlijk is. Vervolgens gaan we ook kijken naar een foto van een echt hart. In dit geval een schapenhart die we hier hebben opengesneden. Dit practicum doen we normaal gesproken als corona weer voorbij is ook in de derde klas. Dan doen leerlingen dat zelf. En aan het eind heb ik nog wat vragen over deze uitleg en over de foto. Hier zien we een hart. Het hart is eigenlijk opgebouwd uit vier grote onderdelen met heel veel bloedvaten daaraan vast. En die vier grote onderdelen die we hier zien, dat zijn aan de bovenkant van het hart de twee boezems. En aan het onderkant van het hart de twee kamers. De boezems verzamelen bloed. Die pompen dat vervolgens door naar de kamers. Daar wordt het bloed voor een tweede keer verzameld. En vanaf hier wordt het verder gepompt richting andere onderdelen van het lichaam. Aan de boezems zitten dus grote bloedvaten vast. Aan deze kant ook. En aan de kamers zitten grote bloedvaten vast. De bloedvaten aan de kamers, dus die hier vertrekken, zijn slagaders. En aan deze kant gaan de slagaders naar de longen toe. En vanaf de linkerkamer gaat de slagaders naar eigenlijk heel het lichaam, alles behalve de longen. In de boezems wordt bloed verzameld. Aan deze kant uit heel het lichaam wordt het verzameld. Komt hier terecht, gaat naar de longen toe. En dan vanuit de longen komt het weer terecht, dus hier in de boezem. En dan gaat het vanuit deze linkerkamer en de aorta, de grootste lichaamsslagader, gaat het bloed naar heel je lichaam. Er zitten kleppen tussen. Die kunnen open en dicht, zodat het bloed maar één kant op stroomt. Dus het bloed kan van de boezems naar de kamers, hier ook. En vanuit de kamers de slagader in, maar het kan nooit terug of de andere kant op. Ja, hier zie je dat als een filmpje. Hier zie je dus het bloed verzamelen in de rechterboezem. Waarna het bloed verder gaat naar de rechterkamer. En aan de andere kant dus inderdaad het bloed in de linkerboezem en in de linkerkamer. Hier zie je een kleine pijl verschijnen op beeld. Zet ik hem even op pauze. Deze pijl wijst de harttussenwand aan. Dat is echt de scheiding tussen de twee harthelften. Dat is ook een gespiergedeelte wat gewoon meehelpt met het pompen van het bloed. Maar eigenlijk wel het hele hart dus in die twee helften verdeeld. En dan zien we hier pijltjes staan bij twee hele grote bloedvaten, waar dus eigenlijk al het bloed van het lichaam mee wordt verzameld. Ik had verteld dat hier het bloed met weinig zuurstof binnenkwam. Dat is eigenlijk gewoon het bloed vanuit heel je lichaam. Dus vanuit je armen, vanuit je hoofd, al je organen. Al dat bloed komt samen via bloedvaten die steeds groter worden. Tot deze twee supergrote bloedvaten. Dat zijn de bovenste en de onderste holle ader. En daar komt al het zuurstofarme bloed zo de rechterboezem binnen. En als je je ooit hebt afgevraagd wat eigenlijk het geluid van de hartslag is. Als je bijvoorbeeld waar de dokter naar luistert. Dat is niet het samentrekken van de kamers. Maar dat zijn de kleppen die we hier steeds zagen. Die weer dichtklappen. Dat maakt gewoon een klein geluidje en dat is de hartslag die de dokter altijd hoort met zo'n mooie stethoscoop. Dan zien we hier inderdaad de longslagader. Ik had verteld dat dit bloed naar de longen gaat. Dus dit is de weg naar de longen toe. En uiteindelijk komt dat bloed dus met heel veel zuurstof weer terug via de linkerboezem. Op de volgende dia heb ik een foto van een opengesneden hart. Dit is een schapenhart. Hier aan de onderkant zie je heel duidelijk de twee kamers. Met hier de rechterkamer, mijn rechterhand, rechterkamer. En hier de linkerkamer. En het eerste opvalt is dat deze veel groter is dan die. En dat komt natuurlijk omdat deze veel meer bloed moet verpompen. Dat gaat namelijk naar heel mijn lichaam toe. En het allerbelangrijkste, dit is maar zo'n dik wandje. Dit spiertje is zo dik. Terwijl die hier meer dan dubbel zo dik is. Deze is veel gespierder, deze kamer, dan de rechterkamer. En dat komt omdat het bloed vanaf de rechterkamer ging naar mijn longen toe, van mijn hart naar mijn longen, is maar een heel klein stukje. Daar heeft hij helemaal niet veel kracht voor nodig. Terwijl vanuit mijn hart naar heel mijn lichaam, dat kost veel meer kracht. Want dat bloed moet en naar mijn hoofd toe, en naar de punten van mijn tenen, de toppen van mijn vingers. Overal moet het naartoe. Dat kost veel meer kracht, dus hij is veel gespierder. En dat zie je heel duidelijk terug aan deze hele dikke wand. Deze vergelijking helpt heel erg hopelijk om het beter te begrijpen. Daar horen nog drie vragen bij die ik aan jullie wil stellen.
Vraag 1. Hoe heet de slagader waar het bloed vanuit de linkerkamer, van de linkerkant, naartoe wordt gepompt? Dat was onze grootste slagader. Vraag 2. Is het bloed dat bij de rechterboezem naar binnen stroomt, was dat nou zuurstofrijk of zuurstofarm? Waar is dat bloed geweest? Is het zuurstof al gebruikt? En de laatste vraag. Hoe kwam het ook alweer dat de wand van de linkerkamer veel dikker was dan de wand van de rechterkamer? Ik ben benieuwd naar jullie antwoorden. Dankjewel voor deze les. En ik zie jullie hopelijk na de zomervakantie in het echt. Want dat zal ik veel leuker vinden dan deze manier.